En Sannekant, wat zijn de verwachtingen voor vandaag hier op het BK in Oostmalle? Het parcours ligt me wel vrij goed. Het schuift echt enorm af. Maar ik weet niet wat de benen gaan zijn, dus voor mij is het nog even afwachten. Ja, gezien de wedstrijden dit seizoen verwachten wij toch wel vooraan. Wie denk jij dat uw grootste concurrenten vandaag worden? Ik weet niet wie dat hem nog goed is op ijs, dus ja, het zal afwachten zijn wie dat in de eerste tour mee gaat zijn. Maar ik zie hem naar buiten en voor mij mag het rap 12 uur zijn. Het is koud natuurlijk voor iedereen op dit moment, dat begrijp ik. En in welke mate denk je dat dit parcours de wedstrijd zal bepalen? Ik denk dat vanaf de eerste ronde gaat weggereden worden. Omdat niet alle meisjes die technische bochten kunnen pakken op het ijs. Dus ik denk dat alles heel hard beslist gaat zijn. En welk belang heeft voor u dit BK? Een heel jaar mogen rondrijden in je trui. Dat zal iedereen wel willen, denk ik. En dan op naar het WK. Welke ambitie koester je daar? Dat is nog moeilijk te zeggen. Hopelijk dan. Het is een hele goede dag zoals vorig jaar, maar het is nog 3-4 weken, dus het zal nog afwachten zijn. En om af te sluiten, een pronostiek voor vandaag? Bij de profs? Nee, bij de dames. Ik hoop zelf natuurlijk te winnen. Dat geef ik eerlijk toe. En, ik denk dat Nancy Bober op 2 gaat staan en Loes zelfs op 3. Tot straks op het podium. Bedankt. Dank je wel.